Shalom. Vandaag wilde ik het gaan hebben over de tiende Nisan. De tiende Nisan, de tiende Abib, de tiende, de eerste, de tiende van de eerste maand van Gods kalender. En het is vooral een dag van apart zetten. En we zien dat het in de eerste plaats in Exodus 12, waar het gebod wordt gegeven om op de paascharam of de paaschabok op de tiende dag van de eerste maand apart te zetten. Dit staat in Exodus 12 in de eerste 6 versen. En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn. De maand Nisan, dat was de zevende maand, maar het werd de eerste maand van de feestkalender. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn, of worden. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende dag van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Een stuk kleinvee, dat betekent dus van de schapen of van de geiten. Ze hebben daar een apart woord voor in het Hebreeuws, tson. Tson betekent kleinvee, dat kan schapen of dat kan geiten zijn. Op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en daarnaast de buurman van zijn gezin er samen een nemen, naar het aantal personen. Gij zult het bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, dus een ram of een bok, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt het nemen van de schapen of van de geiten. Dus een ram of een bok van 1 jaar oud, dat is een volwassen dier met horens, kan zich voortplanten en is niet zomaar een klein lammetje wat men dan vaak dacht. Er werd geen lammetje van 2, 3 maanden geslacht. Het was een bok, een ram van 1 jaar oud. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Dit is apart, want het is het enige gebod dat er dus een offer gebracht wordt, wat dus 4 dagen tevoren uitgezocht wordt, op de 10e Nisan. En dan 4 dagen later, op de 14e Nisan, geslacht wordt. Het is een dag van apart zetten van de paaschabok, van de paaschalam. We vinden de datum een tweede keer bij Jozua 4, vers 17 tot 19. En dan wordt als het ware Israël apart gezet. En Israël is natuurlijk de eerstgeboren zoon van God. En in Egypte, bij de paaschabok, bij de paascharam, bij de paaschalam, die was er dus met het bloed aan de post en aan de bovendorpel gesmeerd om de eerstgeborene te beschermen. En hier vinden we dat Israël de eerstgeborene die gaat droogvoets door de Jordaan en wordt als het ware apart gezet als volk, als het ware gedoopt in de Jordaan, gaan ze dus droogvoets door de Jordaan, zo bij Jericho het land binnen. Jozua 4, vers 17. En Jozua beval de priesters: klimt op uit de Jordaan. Toen dan de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen uit het midden van de Jordaan opklommen, hadden de voetzolen der priesters zich nauwelijks losgemaakt en het droge betreden, of de wateren van de Jordaan keerden terug naar hun plaats en stroomde als tevoren langs zijn gehele oever. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende dag van de eerste maand, dus de tiende Nisan. En ze legerden zich te Gilgal aan de oostelijke grens van Jericho. Dus als het ware wordt op die dag Israël, de eerstgeborene van God, wordt apart gezet op de tiende Nisan door droogvoets door de Jordaan te gaan. En Leviticus 16, daar hebben we de grote verzoendag op de 10e Tishri. En dat is als het ware een tegenhanger van die 10e Nisan. Op de 10e Nisan wordt de paaschabok apart gezet. En op de 10e Tishri, dus de grote verzoendag, dan worden er 2 bokken apart gezet. Maar die worden niet bewaard tot de 14e dag van de maand. Die worden gelijk op die dag. Nou, het ene bok wordt geslacht en de andere wordt weggezonden voor Azazel. Maar ze worden alle 2 apart gezet, ook op die 10e dag. Leviticus 16, vers 7. Hij zal de 2 bokken nemen en ze voor het aangezicht des Heren stellen bij de ingang van de tent der samenkomst. En Aaron zal over de beide bokken het lot werpen. Een lot voor de Heren en een lot voor Azazel. Dus niet Aaron mocht bepalen of de ene bok voor de Heren was of niet. Dat moest het lot bepalen, welke bok. Ze moesten 2 perfecte bokken uitzoeken. Maar God bepaalde welke bok voor de Heren was en binnen het Heilige der Heiligen gebracht zou worden, het bloed, en welke bok weggezonden zou worden voor Azazel. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is brengen en hem ten zondoffer bereiden.
Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heren stellen, om daarmee verzoening te doen door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Dus ook weer apart zetten, nu niet op de 10e Nisan, maar op de 10e Tishri worden twee bokken apart gezet. Eén voor de Heren en één voor Azazel. En we vinden ook dat Jezus Christus als het ware als paaschalam, maar hij is natuurlijk een ram, hij is natuurlijk een volwassen man, hij is niet een lammetje van 2 of 3 maanden oud, het is niet een kind. Het is dus, we kennen die term van lam vooral omdat Johannes over het lam Gods spreekt in het evangelie van Johannes en in de Openbaring. Maar dus we kunnen paaschalam en paascharam wel door elkaar gebruiken, maar steeds beseffen dat het wel gaat om een volwassen dier. En dat het dus eigenlijk een ram is. En de intocht in Jeruzalem, als je alle gegevens op een rijtje gaat zetten in die laatste week van Christus voor zijn sterven, dan viel die intocht op in Jeruzalem, dat viel op een 10e Nisan. En, op die intocht, dan lezen wij het volgende in Johannes 12, begin in vers 12. De beschrijving in Johannes is uitgebreider dan in de synoptische evangelie, want Johannes beschrijft ook dat er een stem vanuit de hemel is op die 10e Nisan, die als het ware Yeshua apart zet op de 10e Nisan. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de volgende dag, die avond daarvoor, had Maria van Bethanië, die had zijn voeten gezalfd. Door zijn zalving was hij als het ware ook al apart gezet. Als de zon ondergaat, dan is het de 10e Nisan. En op die 10e Nisan had zij zijn voeten gezalfd. En als het ware hem voorbereid voor zijn dood. Dus dat was al een zalving en een apart zetten door de zalving van Maria. Maar nou, op de volgende dag is dus dan die intocht in Jeruzalem op die ezel. Ze namen palmtakken en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En de koning, en wat ze ook riepen, de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en ging erop zitten, gelijk geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter Sions, zie uw koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. Dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijk was, toen herinnerden zij zich dat dit met het oog op hem geschreven was en dat ze dit met hem gedaan hadden. De schare dan die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de schare hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tot elkander: Gij ziet voor uw ogen dat gij niets bereikt. Zie, de gehele wereld loopt hem na. Dit was dus op de 10e Nisan bij de intocht in Jeruzalem. En er waren dan enige Grieken, dat zijn Griekse Joden, Grieks sprekende Joden. Er waren dan enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, we zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas. En Andreas en Filippus die gingen en zeiden het samen aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. En nou komt dus die hemelse stem. Velen weten daar niet van. We hebben 3 hemelse stemmen, 3 keer de stem van de Vader. Als hij gedoopt wordt op de berg van de verheerlijking. En nu ook hier op die 10e Nisan. Voorwaar ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde sterft, valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. En indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Dat is dus het einde dus van wat zijn toespraakje. En hij zegt: Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Dus de Vader die antwoordt: Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Dat zegt de Vader: Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. De scharendom die daar stond en toehoorde, zeiden dat er een donderslag geweest was. En anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mij is die stemmer geweest, maar om u.
Er was dus een stem en die was er dus voor de mensen daar. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten worden geworpen. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Ja, er is eigenlijk driemaal een stem uit de hemel. Bij de eerste keer van de Vader. Dat ook daadwerkelijk niet van een engel. En niet van Yeshua, die de boodschapper Gods is, die de engel is in het Oude Testament. Maar echt de stem van de Vader. We vinden de eerste keer in Matthäus 3, vers 16 tot 17. En dat was waarschijnlijk 3,5 jaar eerder op 10e Tishri. Bij die stem uit de hemel in Johannes, dan wordt Christus als het ware op de 10e Nisan apart gezet. Over zijn verhogen, over zijn kruisiging, over zijn dood op de 14e Nisan, 4 dagen later. Maar waarschijnlijk was het ook dat die stem die hem apart zette, 3,5 jaar eerder, bij de doop, bij Johannes de Doper. En we weten dat niet, maar het is een theorietje, dat dat waarschijnlijk ook een 10e Tishri was. Zoals op de 10e Tishri er 2 bokken waren. Eentje voor de Heer en eentje voor Azazel. Want het is een vaste dag en hij gaat dan 40 dagen vasten. En dan wordt hij, beproefd door Satan in de woestijn. En het zou heel goed op een 10e Tishri gebeurd kunnen zijn. Ik kan het niet bewijzen, maar het was rond die tijd. Er stond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water en zie de hemelen openden zich. En ze zag de geest, en hij zag de geest Gods neerdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dat is dus de eerste keer de stem van de Vader. 3,5 jaar later hebben we weer de stem van de Vader, dus op die 10e Nisan. De tweede keer de stem van de Vader, dat staat in Matthäus 17, vers 1 tot 5. Dat is bij de verheerlijking op de berg, waar Mozes en Elia bij zijn. En die 3 discipelen die erbij zijn. En dat was waarschijnlijk op een bezuinendag. Want hij zegt dus, laat mij 3 tenten maken. Laat mij 3 sukkot maken. 3 loofhutten maken. Matthäus 17, vers 1. En 6 dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes mee en leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat we hier zijn. Indien gij het wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. En terwijl hij nog sprak, zie, er overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zeide, en dan hebben we dus voor de 2e keer de stem van de Vader, de 1e keer bij de doop en de 2e keer bij de verheerlijking op de berg. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. En de berg staat natuurlijk voor het koninkrijk Gods. En Christus die komt terug naar een berg. En dan zal ook het koninkrijk Gods als de hoogste der bergen zijn. Dus het zou dus best op een bezuinendag kunnen zijn. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Ongeveer dezelfde woorden als bij zijn doop. En dan de 3e keer dat de Vader spreekt is dus in Johannes 12 vers 28. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. We zien dus dat die 10e Nisan, die hebben we dus bij in Egypte. Dat dus het elk jaar dus dat het paasgelammetje apart gezet wordt. Zolang er een tabernakel is, zolang er een tempel is. Dus toen 40 jaar later bij de intocht in het beloofde land ging Israël droogvoets door de Jordaan. Dan zo'n 1400 jaar later wordt Jezus apart gezet door een hemelse stem. Bij de intocht bij Jeruzalem op die ezel. Als hij Jeruzalem is binnengekomen is die 10e Nisan. En de 10e Nisan is ook de dag in Ezechiël 40 vers 1. Dan staat er dat op de 10e van de eerste maand dan krijgt Ezechiël een heel belangrijk visioen over de tempel van het Vrederijk, over de tempel van Ezechiël. Die wordt beschreven dan in Ezechiël 40 tot 48, wordt alles beschreven in 9 hoofdstukken lang. Een van de langste visioenen van de Bijbel. En dan ziet hij dus hoe daar een totaal nieuwe tempel is met totaal nieuwe afmetingen, 3 kilometer ten noorden van de stad. En dat visioen krijgt hij ook op de 10e Nisan.
dan wordt als het ware Jeruzalem apart gezet voor het duizendjarig rijk. Maar als we alle geslachtsregisters en data en alles optellen, dan kunnen we dus die eerste 4000 jaar berekenen dat het jaar 4000, dat valt zo ongeveer tussen 30 en 40 na Christus in. Pardon, 30 en 40 van deze jaartelling. Dus 30 AD, 40 AD en die 10 jaar, daar valt ergens het jaar 4000. Dat betekent dus dat de geboorte van Christus en zijn prediking en zijn dood en zijn opstanding, dat viel allemaal aan het eind van dat vierde millennium. Nou, Christus stierf op een 14e Nisan, op Pascha, op de Paschadag. Dus als, er staat dus ook in Petrus, 2 Petrus 3 vers 8, nog dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. Dus hij zegt, er is 1000 jaar voor een dag voor 1000 jaar. En het is dus dan ook interessant als we dus die 4 millennia vanaf de schepping van Adam en Eva tot en met de dood en de hemelvaart van Jezus Christus, als we dan die 4 millennia nemen en als we dus daar dan data opplakken. Want als Christus in dat vierde millennium stierf, dan is dat eigenlijk een 14e Nisan. En het interessante daarvan is, als we daar een 14e Nisan van maken, dan, is dus, dan zijn dus die eerste 3000 jaar zijn de 11e, de 12e en de 13e Nisan. Dus we hebben dus vanaf Adam hebben we 11e, 12e, 13e, 14e Nisan. En aan het einde van de 14e Nisan, dan sterft Christus op de 14e Nisan. Maar dat betekent dus dat de tijd voor de schepping van Adam, dat is de 10e Nisan. En dat heeft dan geen tijd, dat is eigenlijk tijdloos. Maar dat is dan eigenlijk, dat is interessant, want Jezus is eigenlijk apart gezet vanaf de grondlegging der wereld af. Dus hij is apart gezet nog voordat de aarde geschapen werd. En dat is hij eigenlijk ook al op een 10e Nisan, in getallen van 1000 jaar, apart gezet. In Johannes 17 vers 24, in het hoge priestelijk gebed, dan zegt Yeshua, Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij, de Vader, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. God had Yeshua al lief, want die was er al, van voor de grondlegging der wereld. Hij heeft, dat is zijn pre-existentie. We kunnen daar ook lezen in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus zowel God is God als het woord is God. Zowel, daarom hebben we ook God de Vader en God de Zoon. En in vers 14 van het evangelie staat dan, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God de Zoon heeft dus onder ons gewoond. En Petrus die spreekt ook over Christus als onberispelijk en vlekloos lam, dat hij ook van tevoren gekend was van voor de grondlegging der wereld. Dit staat in 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel. Dat gaat dus over ons christenen, we zijn vrijgekocht van onze zonde, maar niet met zilver of goud, die van uw vader overgeleverd is. Maar we zijn dus vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u. Dus hij was al gekend, Christus was al gekend als onberispelijk en vlekkeloos lam van voor de grondlegging der wereld. Dus ja, als we dan die 4000 jaar hebben, 11, 12, 13, 14 Nisan, dan is hij dus op die 10e Nisan, dus voor de schepping al gekend. God wist al, het is dus niet zeg maar zomaar een plannetje van oeps, oh nou is alles fout gegaan, Satan heeft de boel verstoord, dan moet ik het recht gaan zetten. Het was allemaal al voorzien. En ook het offer van Jezus Christus als smetteloos lam, dat was al voorzien van voor de grondlegging der wereld. Op als het ware die 10e Nisan, als we die dan zeg maar op een schaal nemen van een dag voor 1000 jaar en 1000 jaar voor een dag. En alle die op de aarde wonen, Openbaring 13 vers 8, en alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Dit gaat over de eindtijd. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Dus het lam is al geslacht sedert de grondlegging der wereld. Dus al voordat God al schiep,
was al bepaald. Als het op deze manier mis zal gaan, dan zal jij deze rol op je nemen en zou jij als lam geslacht worden. Dus we zien dus dat die 10e Nisan is dus een dag van apart zetten. Dus een dag van apart zetten bij het Pascha in Israël, dat het Pascha-lam apart gezet werd. En natuurlijk elk jaar, in de viering daarvan, werd het paasgelam op de 10e Nisan apart gezet en 4 dagen later geslacht. We zien dus ook dat Christus als het ware op de 10e Nisan van 1000 jaar al apart gezet wordt, 4000 jaar voordat hij geslacht wordt aan het kruis, dat hij inderdaad sterft aan het kruis 4 dagen later, 4 dagen van 1000 jaar. We zien dat het volk Israël als eerstgeborene, en Christus was natuurlijk de eerste en enige geboren zoon van God, we zien dat het volk Israël als eerstgeborene apart gezet wordt bij een droogvoets als het door de Jordaan gaat. We zien dat Ezechiël zijn visioen kreeg over de tempel van Ezechiël op de 10e Nisan. En dat als het ware het volk en de tempel en die tempelberg apart gezet wordt als je dit visioen bestudeert. En we zien ook dat Jezus Christus eigenlijk 4 dagen voor zijn dood door een hemelse stem apart gezet wordt. Nadat hij eigenlijk al apart gezet was door het volk, omdat het volk hem toegejubeld had, de koning van Israël. En hij zal dus dan later aan het kruis sterven als koning der Joden. Nou, we hebben dus ook nog, komt nog een 3,5-jarige periode aan, vlak voor de wederkomst. En dat zal ook best een periode kunnen zijn die loopt van 10 Nisan tot 10 Tishri. Zo van de grote de grote verdrukking, die dus begint rond de 10e, 14e Nisan en die dus dan 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden later zal eindigen bij een komst van Christus. Wanneer dat ook zal zijn op een bezuinendag of op een grote verzoendag, 3,5 jaar daar later. Maar we zien dus dat de 10e Nisan, dat is een dag van apart zetten. En het is een dag van apart zetten, niet alleen van het lam in Egypte, maar zelfs van Jezus Christus, 4000 jaar voor zijn dood, wordt hij al apart gezet om te sterven voor ons, voor onze zonden. Hebt u al Christus aangenomen als middelaar voor uw zonde? Is hij al voor uw zonde gestorven?